Organisatie van een basisschool. Hi, ik ben Adam. Ik ben derdejaars onderwijsassistent en ik studeer bij MBO Utrecht. Wat is de taak van een onderwijsassistent? De onderwijsassistent begeleidt de klas of een docent. Dus wat ik bijvoorbeeld vaak heb gedaan, is dat ik dan met kinderen op de gang ging zitten en samen met ze ging werken. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dan van mij die extra tijd die een normaal docent niet kan geven. En op de middelbare school of voortgezet onderwijs doe je eigenlijk een beetje hetzelfde. En op het mbo wat ik nu doe, ga ik ook vaak met studenten apart zitten of neem ik soms lesjes over. Wat doet de onderwijsinspectie? De onderwijsinspectie komt om de 4 jaar langs. Er komt eigenlijk controleren of alles netjes in orde is, alles hygiënisch is, of het onderwijs ook klopt, of er goed lesgegeven wordt, of het veilig is, of alles in orde is en of ook de pedagogische visie klopt vaak. Dus dat verschilt ook per instelling. Dus een vrije school heeft bijvoorbeeld iemand die langskomt om te kijken of het echt binnen de kaders valt van de antroposofische visie. En wat houdt medezeggenschap in? Medezeggenschap kan heel veel inhouden. Natuurlijk heb je gewoon het medezeggenschap binnen het personeel. Dit zijn vaak dan onderwijsinspectie bijvoorbeeld. Of bij ons bij MBO Utrecht heb je de HAF, dat is de huisvesting. En die gaat natuurlijk over de huisvesting en hoe dat in elkaar zit. Maar natuurlijk heb je ook een studentenraad. En die hebben elke mbo-instelling. En dan ga je eigenlijk aan de slag met meedenken voor de student. En nadenken met de school en wat jij kan betekenen voor een school.